Het is een voorstelling waarin heel veel mooie liedjes zitten van Sonneveld. Die Sonneveld ooit gemaakt heeft of heeft uitgevoerd. Met prachtige teksten. Ja, eigenlijk zijn hele oeuvre komt een beetje aan bod met 5 verschillende mensen. Die allemaal een verschillend talent hebben. En dat samen vormt eigenlijk wie Sonneveld een beetje was op het toneel. Sonneveld was natuurlijk niet alleen zanger, cabaretier, maar hij was ook aanjager van grote musicals. Hij speelde in films. Nou, en we hebben dus een mooi groepje mensen bij elkaar die dat allemaal eigenlijk doen. En met z'n vijven maken we één Sonneveld. Ja. Vanaf de Eiffeltoren heb ik Parijs gezien. De Sphinx in het zand verloren vanuit een vliegmachine. Wim Sonneveld was een man die ontzettend gedreven, een workaholic zullen we nu zeggen, met zijn vak bezig was. Echt, en tot in de details puntjes, moest het goed zijn. Ja. En hij speelde die voorstelling ook, dat zie je dan ook in, dat hoor je ook op die opnames, 600 keer of zo. Ik heb me vanaf vorig jaar eigenlijk rond deze tijd echt in hem verdiept. Wie hij was, wat hij allemaal gedaan heeft. En dat is dan ongelooflijk wat je dan aan schat, aan materiaal tegenkomt. Iedereen kan zich wel herkennen in een liedje of in een tekst of in een... Ja, als je de nummers hebt als Ome Thijs en zo, dat zijn evergreens. Dat is een feestrepertoire, maar ook die hele gevoelige dingen, de chansons die ertussen zitten. Het is eigenlijk voor alle leeftijden, vooral ook voor jonge mensen die het Sonneveld niet kennen. Want er komen zoveel mooie teksten voorbij en zulke prachtige liedjes die zo... Met zoveel liefde zijn gemaakt en met een heel goed combo erbij hebben wij. En dat is eigenlijk dezelfde samenstelling waar Sonneveld ook mee werkte. Ja. Dus voor iedereen eigenlijk. Ja, iedereen mag komen kijken. Dat huis en een boom en een gracht en een plein. Dat typische humor, een tikkeltje pijn. Amsterdam. Wat gein en een traan en een hoop sentiment. Een roempaarkest. En oud bier met Amsterdam. Eén van de hoogtepunten van de Sonneveld voor altijd, van de show, vind ik. Als jij dat liedje doet van Dirkie. Het hondje van Dirkie. Oh, het hondje van Dirkie. Dat is zo prachtig. Dirkie had een hondje die door een auto was overreden. Het is een heel lief liedje eigenlijk. Het begint heel lief en heel... Nou, er zitten ook leuke dingen in. En uiteindelijk is het heel triest. En dan gaat het ook weer over... Wim, de laatste twee regels zeggen eigenlijk over hoe Wim zich voelde. Dus dat is ook wel heel mooi, maar dat weten wij dan weer. Het was niet mijn schuld, mensen hebben geen geduld. Arm dier, ze hebben jou thuis nooit begrepen. Oeh, waar ben ik het meest trots op? Dat we samen het denk ik toch voor elkaar krijgen om in ieder geval... Al is het maar een klein stipje van Wim Sonneveld de zaal in te sturen. Dan heb je al heel wat bereikt, want die man die deed dat zo perfect en uniek. Ik ben ontzettend trots op dat ik in deze voorstelling zit. Ja. Dat ik mee mag doen om dit. Dat is wat een prachtige voorstelling, echt prachtig. Ook het, niks, geen synthesizers en spullen, nee, maar echt. Contrabas, accordeon, originele instrumenten. Het is zo lekker zingen, het is zo mooi materiaal. Een Amsterdamse grachten, dat kennen we allemaal, maar als je het gaat zingen, die coupletten zijn ook prachtig lyrisch. Stroomt de zaal in. Het stroomt helemaal. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verbond. Amsterdam vult mijn gedachten als een mooiste stad van het land. Daar is de orgelman, daar is de orgelman. Met z'n vieren, 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 vieren meer. Kijk, precies gelijk. Dezelfde knopen, dezelfde naam, dezelfde zakken. En ook precies dezelfde voering. Is dat niet ontzettend chic? Nou ja, ze zijn dan ook afkomstig uit dezelfde. En wat de mensen kunnen verwachten bij deze voorstelling? Er wordt geweldig gedanst. Hetsiep? Het is een voorstelling met een... Om te lachen en om te lachen en om te huilen. En als je dat beide kanten zijn, het woorden van Sonneveld, dan ben je geslaagd als artiest. Ja.